Ja, ik wil eens nog even terug naar afgelopen woensdag met jou, want ik weet dat dat tussen jou en Elia West een, een bijzonder ding is. Jouw eerste assist op hem. Hoe is het gevierd? Uh, nou, je zag het bij het juichen. We waren allebei uh, heel uh, blij. En uh, ja, we stopten eigenlijk niet met lachen, om, uh, omdat we van tevoren in het hotel hadden we tegen elkaar gezegd of jij geeft de assist of ik. En uh, ja, dat kwam zo uit en uh, ja, dan uh, stop je niet meer met lachen. Het was nog bijna andersom uh, gelukt ook, was maar een paar minuten daarna. Een paar minuten daarna, ja, hij geeft hem voor waarom op iemand anders voor hij geeft, volgens mij. En Hij komt voor mijn voeten en dan hoor je het stadion. Oeh, hoor je zeggen. En, uh, ja, dan ga je het natuurlijk uh, zelf schieten. en uh, ja, Hij zou naast gaan, maar ik raakte hem lekker en uh, het werd een corner. En daaruit scoorden we ook, dus uh, het was mooi. Ben je blij dat, uh, dat hij het is een maatje van je? Dat, uh, dat, dat, dat hij weer terug is, echt, echt helemaal terug? Ja, uh, het is een uh, jongen met uh, veel kwaliteit, dat weet iedereen hier in, in Nederland. En het is altijd goed als hij gewoon fit is. En uh, ja, dat is ook uh, leuk voor mij. Buiten het voetbal uh, spreken we elkaar veel, zien we elkaar veel. Dus uh, ja, dat is ook alleen maar mooi voor ons twee. Nu thuis tegen Adel Den Haag in de beker. Wat denk je van de loting? Uh, goede loting. Als je thuis loopt, uh, is, uh, is het altijd goed. Maakt niet uit welke tegenstander vind ik. Uh, thuis in de kuip moet je altijd winnen. Dus uh, goede loting. Wat dat betreft zit het niet tegen in die loting over jullie. Hè. Vorig seizoen, Eén keertje uit, alles, alles thuis. Wel eredivisie ploegen, moeten we er dan bij zeggen. Maar, maar ook nu, ja, het is een lekkere reeks. Ja, heerlijk. En wat je zegt, vorig jaar één uitwedstrijd bij Roda. Die wonnen we in de verlenging. En de rest thuis wel eredivisie ploegen. Maar wat ik net al zei, thuis hoor je gewoon te winnen. En dat zijn we ook verplicht, vind ik. Wetstrekken tegen Excelsior lag jou volgens mij wel. Hè? Want, want je kon aanvallend ook belangrijk zijn voor dit team, vaak mee opkomen. En, en dat is in, in Europa League-wedstrijden en, en in de toppers is dat misschien wat moeilijker om het zo in te vullen. Ja, dat zeg je goed. In topwedstrijden kan je er niet twintig uh, keer overheen. Dan moet je drie keer eigenlijk goed eroverheen en hopen dat, uh, dat, die, goal dan, uh, dat, dat die goal dan valt. En, uh... Ja, tegen Excelsior is natuurlijk een mindere tegenstander uh, dan de Europa League uh, tegenstanders. Maar uh, ja, woensdag uh, ging lekker, vooral de uh, tweede helft. De eerste helft was wat uh, stroef aan onze kant. Uh, je kan wel 2-0 voorstaan, denk ik, al voor, uh, voor rust. Dat is niet gebeurd. De tweede helft, uh, ja, zetten we gelijk uh, volop druk. En uh, zitten we goed in de wedstrijd. En uh, dan ben je gewoon terecht met 4-0. Is dat moeilijk voor jou om, om dat te doseren in die, in die grotere wedstrijden? Nee, want ik vind dat ik verdediger nu ook uh, beter sta dan afgelopen seizoen. Uh, ja, tuurlijk wil je graag aanvallen, zo ben ik ook ingesteld. Uh, maar als het niet kan, ja, dan moet ik gewoon mijn verdedigende taak goed doen. En hopen dat die drie momenten komen, dat, dat ik er wel goed overheen kan. Uh, dus ik heb daar niet echt veel moeite mee. Nee. Hoe schat je dat in tegen Herenveen? Zij staan natuurlijk verrassend hoog in die Eredivisie. Is dat een ploeg waar tegen je inderdaad meer kan aanvallen? Of, of zou je inderdaad meer op verdedigen moeten toerichten? Hoe kijk je naar die wedstrijd? Nou, wij staan eerste, zij staan derde. Uh, wij zijn fijner. We spelen thuis. Thuis uh, zou ik sowieso wel wat meer opkomen dan uh, bijvoorbeeld uit bij Herenveen. Maar uh, nee, ik uh, schat de kans gewoon hoog in uh, dat ik gewoon uh, een paar keer uh, wel eroverheen kan aan die rechterkant. Ben je verrast dat zij zo hoog staan als dat ze nu staan? Nee, Streppel was een goede trainer vond ik al bij Willem II. Uh, hij brengt voetbal in de ploeg en uh, dat zie je ook terug bij Herenveen. En uh, ze hebben schaars gehaald van uh, PSV. Router, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, die doet zijn ding daar ook. Die is nu uh, opgeroepen voor uh, Oranje. En uh, het is toch een uh, goede en lastige ploeg. En uh, wij zullen langs klaar moeten maken zondag. Vorig jaar deed hij uh, Erwin Mulder het heel erg goed in, uh, in de Kuip. Hè? Dus daar is nog een appeltje mee te schillen voor, uh, met zijn oude ploeggenoten. Ja, ik heb één jaar met, uh, met Erwin gespeeld. Uh, ja, leuke gozer, alleen uh, zondag zou het wel anders zijn.